Nou kijk, het eerste bezoek was aan Marokko, waar we een vrij duurzame samenwerking mee hebben. Zowel op het stuk van internationale samenwerking als ook op het stuk van politieke consultaties. Dit was op uitnodiging van mijn collega Nasser Bourita, de minister van Binnenlandse Zaken van Marokko. En daar hebben we eigenlijk de tweede route map uitgestippeld voor betreft de samenwerking tussen Suriname en Marokko. Op grond van die roadmap die is ondertekend, dat zal tot 2024 gelden, is er een bedrag van $1 miljoen US dollar beschikbaar voor projecten hier in Suriname. En daarnaast, is er 30 volwaardige, volledig betaalde scholarships voor Surinaamse studenten in Marokko. Op verschillende terreinen, diplomatie, techniek, marketing, alles waar wij behoefte aan hebben. Daarnaast hebben we gesproken over het versterken van de diplomatieke betrekkingen. En als onderdeel van die samenwerking zal er dus een ambassade in Rabat, hoofdstad van Marokko, worden opgezet en een consulaat in Dakhla. Er is pending, dus het is nog steeds nog niet uitonderhandeld, een luchtvaartovereenkomst met Marokko en ook een overeenkomst tussen haven van Paramaribo en haven van Dakhla om de zeevaartroutes beter te kunnen voorzien. Voor ons is Marokko een strategisch punt, omdat we daarmee niet alleen Marokko aan kunnen. In termen van de samenwerking, maar ook commerciële betrekkingen, maar ook Noordelijk Afrika. En dan hebben we twee ambassades op het Afrikaans continent, eentje in Ghana, voor Westelijk Afrika en voor Zuidelijk Afrika, en eentje voor Noordelijk en Oostelijk Afrika, en dat is Marokko. Dat is Marokko geweest. In Frankrijk hebben wij daarna, ook op uitnodiging van minister Le Drian, hebben we tweetal overeenkomsten ondertekend. Eentje is over de grensbepaling aan de oostkant van ons land, aan de oostgrens. Dat is de grensbepaling met Frans-Guyana. Met name de verschillende eilanden en waar tot welk land ze behoren. Dat is na een exercitie van bijna 3 jaar technische onderhandelingen vastgesteld. En dat gaat tot aan de Lawa-rivier. We hebben ook een rechtshulp samenwerkingsovereenkomst getekend met Frankrijk. Dat was ook voor lange tijd uitonderhandeld. Dus, en daarnaast hebben we gesproken met de regering over een aantal bilaterale samenwerkingsprojecten. De ondersteuning naar onze financiële-economische problematiek. We hebben achterstanden met hun Franse ontwikkelingsorganisatie AFD. Daar zijn we bezig te onderhandelen over hoe we daarmee moeten omgaan. Het is een bedrag van 2,3 miljoen voor projecten met name in Oost-Suriname. Die achterstanden moeten we zien in te lopen of we gaan het moeten swappen voor carbon credits. En in Frankrijk hebben we dus ook gebruik gemaakt van die gelegenheid om te praten met de Paris Club over de schuldherschikkingen. En zij hebben alle technische bijstand aangeboden. En daarna heb ik in Nederland met mijn collega van Binnenlandse Zaken gesproken over een aantal lopende samenwerkingsprojecten tussen Suriname en Nederland.